Wat ons betreft staat er iets meer in de weg om nu echt het startsein te geven voor deze dag. We wensen jullie allemaal veel plezier en dank jullie wel. Goedemorgen Vilsteren. Ik zeg goedemorgen Vilsteren allemaal. Wij wensen nu bij het concert van de Stuurzangers heel veel plezier. Ik ben Benny Gerwes, ik kom uit Tilte en doe heel veel met oldtimers en stoommachines, zaagmachines, modellenmachines. En dit wat je hier ziet, dat is een raamzaag uit 1935. Je kunt daar boomstam met zagen van een diameter van 80, 90 centimeter en aan planken van een halve centimeter tot 20 centimeter dik. Je ziet een aantal slagen wat er momenteel maakt. Dat is 180 slagen per minuut. En deze hele zaag die wordt automatisch, kan het terugvoeren, automatische voering. Alles instelbaar. En die wordt aandreven door een Lans locomobiel uit 1907. Die kan het vermogen van deze dingen heel goed doen. En dat wil de laatste paar jaar beurde met beginnen omdat de stoom toch iets wat ons hartje beheert en waar we heel veel met hem voor. Ja, ik ben.
Echte schapenscheerders die hebben dus een hangmat, dat wil hij weten. En dat is voor de rug beter, want hij de hele dag 100 schapen scheren moet. Dat is een zwaar werk. Ja, dat is het omgekeerde, precies hetzelfde als met die hoefsmid. Zulke kleine paardjes, die kun je wel gewoon bekappen, maar die zware belzen, die doen ze in die box en die draaien ze die benen omhoog. Maar anders is dat geen werk. En dat is met die schapen net zo. Is zwaar werk. Ja. En nou is vandaag aardig fris weer. Maar als het een beetje warm weer is, schapenscheerdersdag, nou dan is zwaar werk. Ja. Is er ook een goed betaalde baan of niet? Dat moet je aan die man vragen. Die wol die brengt weinig op. Daar begint het al mee. Maar het moet eraf. Want het is al laat zat. Want anders dan komen de maden erin. En dan met het vochtige weer van de afgelopen tijd, dan vertel ik het goed, Martijn? Ja, dat klopt. Oh, hij zal eventjes de nagels knippen, omdat ze er nu toch zijn bij de kapper. Ja. Doet hij ook gelijk de nagels even nakijken. De wenkbrauwen. De wenkbrauwen ook, dat doet hij ook als je bij de kapper bent. Wassen scheren en watergolven. Maar watergolven hoeft nou niet meer, want hij is de golfjes kwijt. Dus dan moet hij eerst weer een jaar groeien. En dan... is het weer klaar?